Mensen, goedemorgen. Welkom op mijn kanaal Jean Leaks. Fijn dat jullie er zijn. Voordat ik mijn vlog begin, wil ik jullie op voorhand al vragen. Vergeet straks niet, als je het oké vindt, een duimpje omhoog te geven. En deze link te delen op je Facebook, Instagram of waar dan ook. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, abonneer jezelf op mijn kanaal. Zodat je meer vlogjes van mij kan zien. Gisteren is er in Hart van Nederland een heel item aan Jamai besteed. Dit om het feit dat Jamai na een doktersbezoek erachter is gekomen dat hij lijdt aan nierfalen en binnenkort waarschijnlijk een niertransplantatie moet ondergaan. Waar ik me eigenlijk aan stoor is het feit dat dit zo breed in de media wordt uitgemeten en het is voor Jamai allemaal kut. Laat ik dat even voorop stellen. Maar realiseer jezelf ook eens dat er in Nederland alleen al duizenden Jamais rondlopen die ook wachten op een niertransplantatie en van wie hun verhaal niet op een podium komt omdat ze simpelweg niet bekend zijn. En dat vind ik een beetje sneu. Want er werd zelfs een soort van geopperd dat Jamai nu een soort van ambassadeur moest worden van de Nierstichting. En ik durf mijn klauw in het vuur te steken dat Jamai nog nooit van zijn hele leven een cent zou hebben gedoneerd aan de Nierstichting als hem dit niet was overkomen. En dan nu ineens moet het breed in de media worden uitgemeten. En Jamai schijnt Ruud de Wild te hebben gemaild of gebeld of hij in de uitzending iets mocht vertellen. En uiteindelijk heeft hij dit nieuws gelanceerd. Maar misschien moet Jamai een keer met diezelfde Ruud de Wild een hele actie op touw zetten om eens aandacht te vragen voor al die schrijnende gevallen die wachten op een niertransplantatie of 3 of 4 keer moeten gaan dialyseren, zodat die mensen ook eens uit de anonimiteit worden gehaald en dat er ook eens geluisterd wordt naar hun verhaal in de hoop dat we voor deze mensen ook een nier kunnen vinden. Want ik vind het nogmaals een hele kwalijke zaak dat als een bekende Nederlander iets mankeert wat ik niemand gun, dat het ineens zo breed uitgemeten wordt in de media. En ik hoop dat ook een Jamai beseft dat iedereen gewoon kwetsbaar is in dit leven. En dat het ook iedereen kan overkomen. En niet alleen maar de mensen waarvan je het niet verwacht in die zin. Of waar je niks mee te maken hebt. Dus het is gewoon kloten dat je bent getroffen door zo'n ziekte, Jamai. En ik wens je oprecht alle beterschap en hoop dat jij in aanmerking komt voor een transplantatie. Maar denk eens ook aan die andere mensen die ook zitten te wachten. Zet hun eens in het zonnetje. Maak eens een interview met hun, een show. Laat hun verhaal vertellen, zodat het probleem nierfalen onder de aandacht wordt gebracht. En niet alleen maar omdat het jou is overkomen. Verder mensen, wens ik jullie gewoon een hele fijne dag. En wil iedereen sowieso oproepen. Ben je nog geen donor? Denk daar eens serieus over na. Want niet alleen Jamai heeft dadelijk een nier nodig. Maar er zijn duizenden anderen die ook op nieren zitten te wachten. Dus laten we elkaar helpen. En sowieso donor worden. Want dan kunnen we misschien een leven redden op het moment dat wij zelf niet meer te redden zijn. Ik ga jullie een hele fijne dag toewensen. Nogmaals, abonneer je op mijn kanaal. Deel deze link en tot de volgende vlog. Laters.